Samen met het bestuur organiseerden wij altijd de bokkentocht in de Zaanstreek. Snapt u de punten waarom de gemeente dit afschaft? Nou, niet helemaal. We zijn eigenlijk al een half jaar in gesprek met de gemeente over een aantal zaken. Over de beveiliging, over de verkeersveiligheid, de hele bokkentocht. En we hebben daar eigenlijk best wel goede afspraken over gemaakt. Er moest een veiligheidsplan komen. De laatste versie met de wijzigingen wij persoonlijk aangereikt hebben bij de gemeente. Ze gevraagd hebben of dat zo alles compleet was. Dat was zo, ze hebben het in ontvangst genomen en vervolgens de vergunning toch niet verstrekt op basis van het feit dat het veiligheidsplan te dun was. In maart moeten we de bokbieren voor de herfst al bestellen, omdat het nu maar beperkt gebrouwen wordt. Dus elk café heeft zijn bokbieren besteld. Ja, die moet je afnemen bij de brouwerij. Daarbij muziek is geregeld, beveiliging, eigenlijk alles is geregeld. Ja, je kan dat niet zomaar op het laatste moment afbellen. Dus daar zal je een vergoeding voor moeten betalen, zo niet het hele bedrag. Dus we hebben behoorlijk wat geïnvesteerd, ja. De deelnemers die reageren eigenlijk massaal op internet, Twitter, Facebook. Fijn, overal staan de verhalen op dat ze natuurlijk bijzonder jammer vinden dat het niet doorgaat. En ja, officieel gaat het evenement ook niet door. Wij organiseren het ook niet, maar we verkopen wel de bokbieren. We hebben wel de bokbieren onder de tap dat weekend. Groot aantal Zaankanders, maar ook daarbuiten. Ja, die ziet er toch een stuk reunie. Mensen ontmoeten elkaar weer tijdens deze bokkentocht. Dus ja, ik denk dat dat een heel groot gemis zal zijn voor vele Zaankanters, maar ook daarbuiten. Het is niet alleen een tocht van bier drinken, maar het is ook een tocht van een stuk gezelligheid. Er is nog nooit iets gebeurd van enige importantie. Geen vechtpartijen, geen ongelukken, gelukkig. En ja, het zou natuurlijk doodzonde zijn als dat niet meer door zou kunnen gaan. Veel Zaankanders zijn van plan om dit jaar toch de boktocht te doen op eigen houtje. En wat vindt u hiervan? Nou, laat ik het zo zeggen. Ze zijn van harte welkom in alle cafés. In alle cafés is het bokbier aanwezig. Ze kunnen het bokbier proeven. En ze zijn natuurlijk vrij om te gaan en te fietsen waar ze willen. Dus ze zijn van harte welkom, laat ik het zo maar zeggen. Alleen organisatorisch. Ja, wij kunnen het niet organiseren. Geen stempelkaart, geen cadeautje dit jaar. Heel jammer. We gaan er alles aan doen om straks in mei weer de vergunning binnen te halen, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dit jaar zal het alleen blijven bij het proeven van bokbier. Wat natuurlijk een hartstikke leuke en lekkere bezigheid is. En nogmaals, ik heb het al gezegd, de bokkentocht in die zin zal toch wel druk bezocht worden, denken wij.